In de vorige aflevering vertelde ik hoe sterrenkundige Jostein Bell in 1967 radiopulsjes ontdekte uit het diepe universum. En die radiopulsjes die blijken heel stabiel te tikken met een periode van 1,33 seconden, alsof het de klok is. Ja, dat moet toch wel afkomstig zijn van kleine groene mannetjes? Want hoe kan de natuur nou spontaan een radiozender produceren die ook nog eens een heel nauwkeurige klok is? Veel waarschijnlijker is het dat de signaal afkomstig is van intelligente wezens zoals wij zelf. Maar dan wat kleiner en wat groener. Of zou het stiekem toch een natuurlijk verschijnsel zijn? We vonden immers meerdere van dit soort signalen uit verschillende plekken uit het universum. En we konden laten zien dat het signaal niet afkomstig is van een planeet. Bovendien weten we dat sterren en sterrenstelsels radiogolven uitzenden. Dus ja, de natuur produceert inderdaad radiozenders. Maar bijzonder aan dit signaal is dat het zo volmaakt periodiek is. De nauwkeurigheid van deze buitenaardse klokken is vergelijkbaar met de allerbeste klokken die wij hier op aarde kunnen produceren. Dat zijn de atoomklokken. En een ander mysterie is het feit dat de periode zo kort is. Slechts iets van een seconde. Laten we daar beginnen. Wat in het universum kan een periode hebben van 1 seconde? Een ster die in 1 seconde om zijn as heen draait? Onze zon draait ook om zijn eigen as heen, maar die heeft een periode van 27 dagen. Oftewel 2 miljoen seconden. En we zoeken iets dat in 1 seconde om zijn as heen draait. Wat zou er gebeuren als een ster als onze zon in 1 seconde om zijn as heen draait? Stel dat je op de zon zou gaan staan. Nooit doen, want de zon heeft een temperatuur van 6000 graden Celsius. Dus nooit op de zon gaan staan. Maar stel dat je het toch doet. En stel dat de zon 1 keer per seconde om zijn as heen draait. De zon heeft een omtrek van zo'n 4 miljoen kilometer. Dat wil zeggen dat jij dan rondjes zou draaien met een snelheid van 4 miljoen kilometer per seconde. Nou ja, dat is sneller dan de snelheid van het licht. En de relativiteitstheorie van Einstein zegt dat kan helemaal niet. Maar nog veel praktischer, je kunt je voorstellen als je met zo'n enorme snelheid zou bewegen, ja, dan vlieg je gewoon, woeps, de ruimte in. En hetzelfde gebeurt met alle materie aan het oppervlakte van de zon. Dus als de zon daadwerkelijk zo snel rond zou draaien, ja, dan zou de zon gewoon uit elkaar spatten. Dus een ster zoals onze zon is geen goede kandidaat om onze buitenaardse klokken te verklaren. Maar wat als de ster veel kleiner zou zijn? Ja, dan zou het misschien wel kunnen. Dus waar we naar op zoek zijn, is een hele kleine ster. En hoe zit het dan met die andere eigenaardigheid? Namelijk dat de klokken zo stabiel zijn. Laten we een experiment doen met een basketbal en een bowlingbal. Ik ga ze allebei spinnen en dan gaan we kijken welke van de twee het langst blijft ronddraaien. Beginnen we met de basketbal. Dan doe ik de bowlingbal. Drie, twee, één. De bowlingbal wint, want die is zwaarder. Een voorwerp dat zwaar is, remt minder snel af. En hetzelfde geldt voor hele zware sterren. Als een ster heel veel massa heeft, dan is de periode heel stabiel. Dus wat we zoeken, is een ster die zowel heel klein is, maar ook heel veel massa heeft. Even een stukje geschiedenis. In 1933 waren er twee sterrenkundigen, genaamd Walter Baden en Fritz Zwicky. En die hadden het idee van een ster die vrijwel volledig uit neutronen bestaat. Een neutronen, dat zijn neutrale deeltjes zonder elektrische lading. En die hebben als eigenschap dat je heel veel van die deeltjes bij elkaar kunt stoppen in een hele kleine ruimte. En op die manier zou je een ster zoals onze zon, met een diameter van wel 1,5 miljoen kilometer,
kunnen samenproppen tot een bolletje met een diameter van 20 kilometer. En zo'n neutronenster zou gevormd kunnen worden wanneer een wat zwaardere ster aan het eind van zijn leven is opgebrand. En dan stort hij ineen door de zwaartekracht. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Door die implosie worden alle geladen deeltjes, de protonen en de elektronen, die worden samengeperst en die vormen neutronen. En wat je overhoudt, is een hele kleine ster, maar wel met heel veel massa. En er gebeurt nog iets bijzonders. Namelijk, wanneer zo'n ster implodeert en al die massa naar binnen toe wordt getrokken, gaat zo'n ster steeds sneller ronddraaien. Hetzelfde zien we gebeuren bij kunstschaatsers die een pirouette doen. Die trekken de armen en benen naar het lichaam toe, waardoor ze steeds sneller gaan ronddraaien. Dat heet behoud van impulsmoment. En met zo'n hele zware ster die implodeert, betekent dat hij wel tientallen keren per seconde om zijn as kan gaan draaien. Nou, dat zijn precies de eigenschappen die we zoeken om die mysterieuze radiopuls te verklaren. Behalve dat we nog niet weten waarom zo'n ster dan radiogolf uitzendt. Het blijkt dat die neutronensterren een supersterk magneetveld hebben. En ook dat ontstaat tijdens de implosie van die oorspronkelijke ster. Dus wat je hebt, is een neutronenster met eromheen de magneetvelden. En die magneetvelden die draaien mee met die ster. Daardoor ontstaat er een soort van superkrachtige dynamo. En die zorgt ervoor dat er deeltjes uit het oppervlakte van de ster de ruimte in worden geslingerd. En die deeltjes zijn de radiogolf uit. En dat geheel ziet er als volgt uit. Dit is een pulsar. Dat bolletje in het midden, dat is de neutronenster met een diameter van zo'n 20 kilometer. En die curves eromheen, dat zijn de magneetvelden die met de ster meedraaien. In werkelijkheid draait zo'n ster nog veel sneller rond. En die rode bundels, dat zijn de plekken waar radiogolven de ruimte worden gezonden. En wanneer zo'n bundel naar de aarde toe wijst, zien wij hier op aarde een flits van radiogolven. Net als bij een vuurtoren. Dit zijn de objecten die Josephine Bell voor het allereerste heeft waargenomen. En daarmee is het mysterie dat Josephine Bell had ontdekt opgelost. Het zijn geen kleine groene mannetjes. Het zijn pulsars. En de ontdekking van pulsars bleek zo belangrijk te zijn dat in 1974 daar de Nobelprijs aan werd toegekend. En die prijs ging naar haar professor, Anthony Hewish. Maar Josephine Bell werd niet vergeten. Zij kreeg een schouderklopje. Deze absoluut onterechte en hoogstwaarschijnlijk wel seksistische beslissing werd pas in 2018 rechtgezet. Toen kreeg Josephine Bell voor de ontdekking van pulsars de Special Breakthrough Prize. En die heeft een prijzengeld van maar liefst $3 miljoen. En dat geld gebruikten ze om een fonds op te richten voor vrouwen, minderheden en vluchtelingen die graag de wetenschap in willen. Wat een fantastische dame. Heb je nog een vraag over sterrenkunde? Laat dan een reactie achter. Je kunt je ook abonneren op mijn YouTube kanaal of mij volgen via mijn website roysmits.nl of via Facebook, Twitter of Instagram.